Goedendag, welkom bij GPTV. Een 64-jarige man uit Hoornste Zwaag, bij wie op 29 oktober een ecstasy -lab werd aangetroffen, heeft zichzelf aangegeven op het politiebureau in Drachten. Tijdens de inval die vrijdag was hij niet aanwezig. Zijn 23-jarige zoon werd toen samen met twee inwoners van Zandam aangehouden. In een gebouw bij de woning van Hoornste zwager was een ecstasy -lab ingericht. De politie trof 100 kilo MDMA aan dat in kristalvorm zo'n 500.000 euro waard is. Zouden er pillen van gemaakt worden, dan hadden de drugs zo'n 10 miljoen euro op kunnen brengen.